Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En we zijn aangekomen bij week 34 van mijn zwangerschap. Ik heb er zin in, laten we meteen beginnen. Deze vlog begint woensdag en ik heb vandaag een online vrije dag geregeld. Mezelf gegeven. Dat betekent dat ik vandaag lekker met mijn moeder ga shoppen. Ik heb nog een lijstje, heel kort, wat ik nog moet hebben voor de baby en alles voordat de baby er is. Nou, dit is het lijstje. Hoe kort? Hartstikke kort. Dus dat komt helemaal goed. Nog één ding wou ik zeggen ook. Dit is mijn laatste werkweek, een soort van. Dus ja, daar gaan we nu mee bezig. We moeten vandaag dan nog 3 dagen streamen. En dan is het streamen eventjes heel rustig. Ik ga wel streamen zoals ik al in mijn verlofvideo ook had bekendgemaakt. Maar echt een stuk minder. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn lichaam daar echt ook om vraagt. Die 8 uur achter elkaar, achter de computer zitten, dat wordt hem gewoon niet. Ik ben heel snel uitgeput als ik iets doe. Dus ja, ik wil gewoon super uitgerust die bevalling ingaan. En natuurlijk de kraamperiode. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, je gaat minder streamen en minder werken. Het moet. Andere vrouwen gaan gewoon helemaal niet meer werken, dus... Ik vind dat ik ook, als ik een beetje stream, dan is het al meer dan wat iemand met een normale job doet. Dus ja, ik ga gewoon proberen of het me lukt. Want dat is nog wel het moeilijkste hoor. Niet streamen. Want dat vind ik super leuk. Ik vind überhaupt mijn werk super leuk. Vlogs blijven wel doorgaan. Want ik vind het gewoon super leuk om deze periode vast te leggen. Dus ja, dat voelt ook niet als werk. Het is meer voor mezelf als een soort videodagboek. En jullie mogen toevallig meekijken. Nou, laten we naar mijn moeder gaan om te gaan shoppen. We zijn al begonnen met shoppen. De eerste winkel zit erop. Dat is in Prenatal. We zijn in Nijmegen. En die Prenatal is heel klein. Maar we hebben wel wat gehaald. En nu zitten we hier. Mama heeft een bitter lemon en ik een iced tea. We zitten hier... bij Sappas. Waren we nog nooit geweest. Ik heb wel een keer op het terras gezeten met de Vierdaagse, maar nooit hier binnen. Dus dat wou ik een keertje checken. En alles is sinds vandaag weer open, dus dat is wel heel gezellig. Maar ik zal even laten zien wat we geshopt hebben. Oké, het mooiste stuk wat we gekocht hebben is een slaapzakje. Voor een mini. Ik heb nooit zo'n klein slaapzakje gezien. Het is zo schattig met stipjes. Hij is lekker dik en je kunt de mouwtjes eraf ritsen als het te warm zou zijn. Dan hebben we 2 hoesen voor de lui. Kruiken. Kruiken, ja. Een roze en een groene. Ik heb eigenlijk alles roze en groen. Dat past bij de babykamer het beste. En dan heb ik nog een borsteltje en een kammetje. En een nagelsetje. Pedicure, ja. Is misschien een beetje overdreven voor zo'n kleintje, maar dan kun je het veilen. En nog een badthermometer. Dus we zijn echt bij de eerste winkel al goed geslaagd, vind ik zo. Dat was het. Nu de dingen weer open zijn, ga ik ook uitgebreid gewoon mijn eten laten zien. Het is een broodje brie en mama heeft een tosti gerookte kip. Gerookte kip. Lekker, lekker. Is het lekker? Heel lekker. Nou, we zijn geslaagd. Ik weet niet zo goed wat ik meer moet zeggen. Ik ga het thuis laten zien, mijn buik lijkt zo groot nu. Oh, holy moly. Eventjes een buikshot hoor. 34 weken. Maar deze engel, zo, lijkt zo groot.
Hij is ook redelijk groot. Hij staat ook echt zo prompt naar voren. Ik heb volgens mij niet meer gevlogd toen ik thuis kwam. En ik heb best wel wat spulletjes gehaald. En die heb ik nog niet aan jullie laten zien. Dus die ga ik even pakken. Oh, ik heb helemaal zin in deze vlog ook weer. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het vloggen zo leuk. En ik haal daar zoveel energie uit ook. Ik zou willen dat ik een bekende YouTuber was. Dat gewoon, ja, vloggen mijn ding was, weet je wel. Dat ik dat gewoon heel veel kan doen. Maar goed. Wat heb ik gehaald? Ik heb even twee. Ik heb trouwens een mandje, omdat het allemaal in de was moet. Twee kussenslopen. Gewoon grijze. Omdat ik denk, na de bevalling in de kraamperiode zit je ook wat meer in bed. Met voeden ook en zo. En dan leek het mij wel lekker als je gewoon wat extra kussens op je bed hebt. Dus ik had satijnen, katoen satijnen kussenslopen gehaald bij de Primark. Ik weet alle prijzen weet ik niet hoor. Dit zijn gewoon een mini shoplog. Dan heb ik nog even van die extra grote onderbroeken gehaald. Die ik al in huis had. Maar ik vind ze zo lekker zitten dat ik er nog 5 bij heb gehaald. Dan heb ik een nieuwe pyjama. Dit is eigenlijk voor na de bevalling meer hoor. Dit is niet voor... Maar ik dacht leuke pantenprint. Bottom met een beige top. Gewoon een lekker pyjamaatje. Nou, er stond er op de vluchtkofferlijst dat ik sokken moest halen. Dus ik heb deze sok. En die zei, ja, je kunt het niet voelen, maar oh, ze zijn zo zacht. Dus die ga ik ook wassen en in de vluchtkoffer doen. Nou, dan heb ik dus... Jullie hebben in de vorige vlog mijn pyjama gezien wat mijn bevaljurkje gaat zijn. Die heeft knoopjes en zo, zodat daarna ook die knoopjes los kunnen en dat de baby zo hier kan liggen. Super leuk lijkt mij. Super bijzonder. Maar dat is natuurlijk dan helemaal vies. Dus die doen we daarna uit. En dan ga ik even douchen. En dan wil ik graag een schone pyjama aan, denk ik. Dus ik heb een pyjamaatje gehaald. Dan heb ik een heel wijd los shirtje. Dus daar kun je ook makkelijk borstvoeding geven, dacht ik zo. En dan had ik deze broek erbij. Dit is ook zo'n fijn stofje weer. Ja, je kunt het niet voelen door de camera. Maar dit is dus een pyjama broek. En heb ik ook een leuke. Want ik heb dus echt een hele lelijke badjas. Jullie hebben het nu vaak zat gezien. Niks bijzonders. Dus ik heb nu een leuke badjas gekocht. Die kan ik dan mooi in de kraamperiode aan. En ook in het ziekenhuis. Dat ik een beetje normaal voor de dag kom daar. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want dan hoef ik me in ieder geval niet te storen aan het feit dat ik er stom bij loop. Want ik loop er gewoon hartstikke leuk bij met dit setje. Dus dat heb ik geregeld nu. Ja, en wat ik bij de prenatal had gehad, had ik wel volgens mij al laten zien. Dus dat kan ik even overslaan. En dan heb ik als laatste nog deze stola. Dit is een hele groot wit, het lijkt bijna een kleed, maar het is dus een sjaal. En dan ga ik nog vertellen waar ik die voor ga gebruiken, want dat komt ook in deze vlog. Maar dat is niet leuk nu, als ik het nu in dit clipje vertel. Dus daar kom ik nog op terug. Het heugelijke nieuws, wat ik nog niet gedeeld had in de vlog. Wel op Twitch, dus als je me op Twitch volgt, dan wist je het wel waarschijnlijk. Maar Nikki en ik gaan dus trouwen. En dat is dus volgende week. Dus als week 35 begint van mijn zwangerschap. Die woensdag gaan wij trouwen op 2 februari 2022. Ik wil er niet te veel aan kwijt in deze vlog. Want ik heb gewoon een speciale vlog voor de voorbereidingen van de trouwdag. En misschien dat de trouwdag zelf ook nog wel kan vloggen of filmen of iets in die richting. Ik hoop gewoon dat heel veel mensen die er aanwezig zijn, dat iedereen wel een paar filmpjes maakt of zo. Dat ik dat kan combinen in een video. Maar dat zien we allemaal nog wel. Maar ja, ik heb dat dus helemaal niet gedeeld hier in de vlog. En ja, we houden heel erg veel van elkaar, Nikki en ik. En ik wilde heel graag trouwen. En Nikki wilde ook trouwen, alleen liever over een paar jaar pas. Maar ja, nu komt die kleine al natuurlijk. En het is gewoon beter geregeld als we getrouwd zijn. En we willen toch trouwen, dus toen hadden we besloten, weet je, we gaan gewoon nu trouwen. En ik heb er heel veel zin in. Het heeft me heel veel... Nou, niet stress, maar wel... Daardoor zijn de afgelopen weken nog wel ietsjes drukker geworden dan dat ze zouden zijn.
Maar dat maakt allemaal helemaal niks uit. Dat is allemaal waard. En het is nu al over een weekje. En ik heb er echt super veel zin in. Ik ga het morgen... Ik ga daar ook nog een vlog voor editen. Want ik heb een aantal voorbereidingen moeten doen. Noem maar bloemen, fotograaf, jurk. En dat komt allemaal in een aparte vlog. Dus dat wou ik nog eventjes delen. En dan heb ik nog iets anders. Wat ook een beetje met de bruiloft te maken heeft. Maar ook met de bevalling. Dus daarom moet ik het nu wel eventjes vertellen aan jullie natuurlijk. Oh, ik ben helemaal blauw omdat het schermblauw is. En nou is het wit. Ja, sorry als de kleur een beetje verandert. De televisie staat aan. Ik heb hem wel gemute. Wat was ik aan het vertellen? Wat wilde ik vertellen? Oh, ik had iets bedacht wat ik wilde vertellen. Oh ja, als jullie deze vlog zien, ben ik al getrouwd. Dus, ja, nieuwsflash, ik ben getrouwd al op het moment dat jullie kijken deze vlog, ben ik al getrouwd. Eén dag. Maar wat ik nog even erbij wilde halen is dat ik had twee pakketjes besteld. Dit is ook voor mijn trouwdag, maar ook voor als ik ga bevallen, heb ik eventjes extra batterijen gekocht voor mijn vlogcamera. Want mijn batterij is echt heel vaak heel snel leeg. En ik heb eindelijk een externe oplader gekocht. Dus die ga ik gebruiken voor, uiteraard, want dan kan ik mijn vlogcamera gewoon in de hoek zetten. Bij de trouwerij, bij de bruiloft. En dan filmt die gewoon de hele ceremonie. En in dit envelopje, ik heb hem nog niet uitgepakt, maar hier zit dus een extra... Is dat een SD-kaartje? In ieder geval een geheugenkaartje met 128 gigabyte. Dus die zal wel niet volgaan. Dus dan kan ik dat allebei opnemen. En natuurlijk wil ik dat ook stiekem wel bij mijn bevalling doen. Die beelden gaan jullie nooit zien hoor. Maar dat is meer voor mezelf dat ik die beelden wil. Dus ja, dat is nog eventjes wat ik ook heb aangeschaft. Dus extra camera-attributen, zodat ik... alles kan filmen in mijn leven. Ja, ik vind gewoon die filmpjes hebben heel leuk. Om te delen met jullie, maar ook gewoon voor mezelf. En er komt natuurlijk een kleine meid aan waar ik ook heel veel van wil filmen. Misschien ook niet online plaatsen, maar misschien wel veel van filmen. Dus ja, dat heb ik nu eventjes in geïnvesteerd. Ja jongens, wat een weekend is dit geweest. Het is inmiddels dinsdag, dus ik heb echt... even een gat in deze vlog zitten. Maar ik ga jullie even er doorheen praten. Want ik heb dit weekend natuurlijk een hele hoop gedaan. Als eerste op zaterdag hadden we de afscheidsstream. Om mijn verlof in te luiden. De dag, nou, super druk natuurlijk. En lang. Helemaal uitgeteld na die stream. Maar het was echt super leuk. Ook een beetje emotioneel vond ik het. Want ja, ik ben wel echt... ik hou echt heel erg van streamen. En dat was nu dus, ja, nu is dat eventjes heel veel minder. Nou ja, dus zondagochtend werd ik wakker en ik had ook echt geen zin in mijn dag. Ook een beetje van, ja, wat moet ik nou? Ja, ik heb heel veel te doen hoor, daar niet van. Maar meer van, ah, nu is het echt begonnen mijn verlof. Ik kan alles doen wat ik wil nu. En toen bleek het mijn baby shower te zijn. Daar zal ik ook eventjes beelden van invoegen. Van de baby shower. Oh ja, toen had ik... 's avonds zijn we naar de trouwambtenaar geweest om dat te bespreken. Dus het was een super gevulde dag. En ik heb geen moment aan gedacht om een vlogcamera te pakken. Maar gelukkig zijn er wel dingetjes gefilmd. Onder de tafel nou, diezelfde wij. Ja, die heb je net gehoord. We hebben een belastingkantoor, dat hoor ik van een accountmanager van ons. Zuster. Kan je het wel op? Sta je ook bij de deur in, hoor? Snijden. Nee, alles. Oh. Beetje stouder. Waar blijf je nou? Ja. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ja, ik ging even boodschappen doen. Ik ging even. Oh, niet. Oh, ik heb een vrouwtje gekregen. Ja, ik wil ons ook wel chillen. Ja. Oh, ja. Een draagzak is het, hè?
Weet ik niet. Oh. Ja. Stop dat wel. Ja, een lijstje dan. Ja. Nee, wij hebben zo connecties. Nee, heel mooi. Want ik heb dit zwart. Wat onder dit kleertje zit. Over. Over. Ja. Als je gaat nu naar het ziekenhuis of thuis, maar dan heb je nog iets wat ertussen zit. Kamertel. Ja. Een tas die je meeneemt. Luchttas. Nee, geen tas. Ja. En wat op die stroopwafel zit. Muisjes. En wat, waar zit het normaal op? Beschuit. Schuit. Beschuit en muisjes. Ja. En dit is geen idee. Iets wat ook aan de fiets zit, waar de band leeg loopt. Ventiel. Ja, en nog iets ervoor. Twee woorden. Hoe dat groene ding zeker, een luchtventiel. Anti ja, dat groene ding. Wacht maar. Als je kind straks verkouden is, ben je blij dat je dus ook kunt helpen. En gisteren moest ik eventjes inhalen wat ik in het weekend niet heb kunnen doen. Zoals alle wasjes en zo. En ik had nog 1 uur te streamen, dus ik moest toch nog even streamen. En ja, dat was het eigenlijk wat ik allemaal gedaan heb. Auw! Auw! Grapje. Je was ook gewoon maar een lieve baby hoor. Als iedereen zegt dat jij had het zitten. Ja, nee, ik ben nu ook gewoon een lieve baby hoor. Ik ben er niet bang voor hoor. Als ik een hel baby krijg, dan krijg ik een hel baby. Je bent gewoon lief, toch? Vind je het toch gewoon ook lief? Ja. Mama helpt me even met mijn teennagels knippen. Dat scheelt echt een hele hoop als mijn moeder het doet. En nu zijn we hier op dinsdag en dan ga ik mijn wenkbrauwen en mijn wimpers en mijn haren doen. Want morgen ga ik trouwen. Maar morgen begint er een nieuwe vlog. Dus ik ga jullie nog meenemen en naar mezelf mooier maken. Oké, de eerste afspraak van vandaag zijn de wimpers. Die zien er dus zo uit. Van een afstandje lijkt het nog wel wat, maar als je van dichtbij kijkt, nee, het ziet er niet uit. Ik ga ze denk wel 1 tandje korter doen als het kan. Maar dat zien we zo. Daar ga ik in ieder geval mee beginnen nu. Wimpertjes zijn gedaan. Oops, haar bij jullie. En nu zit ik even in de HEMA. Ik moet een uurtje wachten tot mijn wenkbrauwafspraak. Dus ik heb een lekkere latte macchiato besteld. En dit broodje. Pita kip. Zo, ook mijn wenkbrauwen staan erop. En nu alleen nog maar deze uitgroei. Fixen. Dat ga ik doen bij Hairsalon. Dus ik zie jullie waarschijnlijk daarna. En dan is alles klaar voor morgen. Mijn haartjes zijn geverfd. Heel mooi. Het is weer helemaal lekker blond. Dus ik ben ready voor de trouwerij morgen. Ik ga nog het een en ander voorbereiden voor morgen. En ik ga deze vlog nu editen. Dit is echt zo'n drukke, warrige vlog met die baby shower waar ik natuurlijk alleen maar filmpjes verticaal van heb. Maar ja, dat is gewoon even ook hoe het was. Dus het is echt een hele realistische vlog.
Ik hoop dat jullie hem ook een beetje leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om het allemaal weer op te nemen. En ik kijk uit naar aankomende vlog. Want dat gaat natuurlijk ook een stukje van mijn trouwerij bevatten. Heel veel zin in. Dus ik hoop jullie bij de volgende vlog ook weer te zien. Ik ga proberen om in mijn verlof ook op maandag te uploaden. Maar dat zie je vast wel voorbij komen op mijn Instagram. Dus mocht je me daar nog niet volgen, dat is MattiaTV. Volg me daar, laat leuke comments achter op mijn foto's. Die gaan vaak ook tegenwoordig over zwangerschap. Dus kunnen we lekker doorkletsen daar. En anders laat leuke comment hier achter. En dan kan ik daar ook eventjes gezellig aan lezen. Want dat is een beetje natuurlijk de communicatie die ik nu heb als ik niet stream. Dan is de comment sectie onder een video waar ik mijn interactie met jullie vandaan haal. Dus ik hoop wat van je te horen. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Doei!